Jongens, broer, lekker dag, daar gaan we weer met een Pokémon Hard Gold deel 12. Vorige week geleden met een extreme cliffhanger of wij de Tudor nog kennen. Gingen hem verslaan, of niet? En daar gaan we vandaag mee verder. Veel plezier. Alright, dus vorige keer was ons hoge hoed dood gegaan. Gorn kan alleen maar splash. Spinman is voor mij ook niet een hele handige optie. Zuko is denk ik de beste optie. dit is echt kut. Want we hebben dus niks tegen steen. De volgende gym is Bug, dus ik denk dat Zuko daar heel handig gaat worden. Wat zullen we doen? Ember. I don't know. Voor mij is Ember niet helemaal goed tegen steen, maar het is denk ik het beste wat ik nu heb. Dus we hebben deze verslagen. Dan hebben we eerst de Pokémon level 15. En ik ga deze aflevering daar zijn de tweede gym nog eens aan kunnen. Pittig balen, hè? Ja, pittig balen. Maar kijk. Kijk van de andere kant. Zoeken gaat nu sowieso naar level 15. Hopelijk gaat. Hoe heet die? Gordon? Heet die Gordon? Of heet die Gerard? Eén van de twee. I don't know. Het staat in de layout. Maar de Pokémon's worden pas bij de editing ingezet. Ik kan alleen de badges zien. Ik zie nu pas. Hele vorige aflevering niet gezien. Wauw. Ik heb de derde badge al eraan gezet. Wauw. Sorry. Ik heb die derde badge nog niet. Ben benieuwd of er reacties op zijn gekomen. Als iemand heeft gereageerd, hey, je hebt de derde patch nog helemaal niet, joh, cat. Grappig. Kan ik om lachen. Maar in ieder geval. Yes, it's burned. Chill pill. Ik ben vergeten wat ik wou zeggen. Oh ja, zoeken gaan nu level 15. Ik kijk hier naar het ding. Moet ik niet doen. Het is net zoals van die vlogs die in het vakje naast een kamer kijken. Reclame voor Apple. Nee, ik word niet betaald. Kom je erbij. Snelle aanval. Oh, oh, oh. Hij is dood. Fuck yeah. Fuck yeah. Oké, goed. Gordon. Hij heet Gordon. Yes, Gordon is een level 12. Nog 3 levels. Geert. Oh, Geert is niet aan een nieuw level. Fuck jou, Geert. Niemand mag jou. Of was Geert al wel naar een nieuw level? Switch Pokémon, fuck this shit. Fuck this shit. Nee, Geert ze wel naar nieuw level volgens mij. Zuko, switch out, come back! Go Garden! Garden! My chop. Oh, ik heb zo'n hekel hier aan, hè. Ja, Jurgen. Die heeft gewoon motherfucking. Wat was het? Niet Soul Silver, het was. Storm Silver, dat was het. En heeft hij gewoon al fucking 2 starters hier. Heeft hij van 2 vuurpongen. Fucking chill dat daar voor die gym. Maar ja, aan de andere kant heeft hij wel weer walvis al ook. Wat is inhoud dat het, zit. Dat het dus, Pokémon zou gaan. Zij is weg. Maar je hebt nog wel revives. Dus dat is aan de andere kant wel weer chill. Goed, Ember doen wij. Chill, werkt hartstikke goed. Ik vind het zo kut hè, dat dan die starters dan veel te sterk. Die zwaar OP tegen de tegenstanders. Terwijl alle andere Pokémon zijn fucking slap. Terwijl ik ze eigenlijk allemaal heel gelijk geleveld voor hebben. En met deze is het zwaar moeilijk. Oké, wacht. Dus deze. Fuck, ik moet de telefoon wegleggen. Ik krijg allemaal WhatsAppjes. Ik heb vandaag allemaal nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb eindelijk vrienden. En dan gaan ze me WhatsAppen in mijn opnames. En dan zit er echt dat ik normaal mijn telefoon het gewoon hier onder mij leggen. Dus als ik dan de WhatsApp binnenkrijg, kan ik meteen lezen. Maar ik ben het opnemen, dan moet ik dat niet doen. Dus het is een gesprek. Ik dacht, ja, gesprek is afgelopen. Maar dat is dus. Oh, er is iemand anders die dat praat. Er is iemand anders. Dus die is trouwens veel chiller om tegen die persoon te praten. Want ja, weet ik veel. Soms zijn ze ook chiller. Dan zijn ze in het real life, is de ene persoon chiller dan de ander. Maar als de minder chille persoon is, chiller om mee te WhatsAppen. Want ja, sommige mensen die WhatsAppen saai. Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Ik denk het. Goed. Yeah. Next. La la la. Dit gaat dan wel echt heel langzaam, wacht. Nee, fuck hun. Ik heb echt hekel aan die mensen die mij bellen. Nee, what did you say? Like to change number? Nee.
nu. Goed, lampje. Is het overbelicht? Nee, het is best wel goede belichting. Denk ik. Deze kant is stom. Maar hier heb ik dus een heel felle lamp. Als die aanzet, kijk eens dit. En nu kan het eigenlijk nog wel. Soms dan is het heel fel. Dan zie je ze zo zegt heel slecht. Mijn gezicht heel slecht. Maar nu kan het op zich nog redelijk. Dus dat is wat chill. Check. Wat kan ik checken? Niks. Als je hier naartoe loopt, komt een rivaal. Dat weet ik. Dus kunnen we op zich wel tegen oefenen. Maar ik weet niet of dat een heel strak plan is. Dus ja, weet je. Is het. Dus restore je Pokémon. Ja, sure, why not. Doe. Wat maakt het allemaal uit, joh. Pam, 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 pam. Goed, wat we kunnen doen is gaan vissen naar Magikarps. Om Mareep te trainen. Tot level 15. En wacht, ik moet even Pokémon bijhalen. Want ik zie de layout niet helemaal perfect. Wat is dit? Skype. Er praat iemand tegen mij. Waarom praat je tegen mij? Nee, daar moet ik zo nog even op terugkomen. In ieder geval, we hebben dus Mareep. Geert. Summary. Die heeft nog één bliksemaanval. Electric, Hentai. Vind ik zo mooi dat. Ja, hij heeft Thundershock. Dus, Wat doe ik? Hij heeft een Thundershock. Wat dus inhoudt dat hij heel goed is tegen waterpomers. Kunnen gaan vissen naar Magikarps. En die dan allemaal vermoorden met Geert. Totdat Geert level 15 is. Dan heb ik dat al uit de weg geruimd. Dan zet Gordon erbij. Dat hij ook level 15 zet. Deck op kan dat hij iets aan hebben. En dan hebben we dus Hooghoed. En Spinmanier ga ik dumpen. Denk ik. Vrij binnenkort. En Hooghoed moeten we dus ook nog iets mee doen. En ik denk dat deze aflevering een beetje trainen wordt. En anders, ja. Wat ik niet afgetraind krijg, deze aflevering wordt in een livestreamje, denk ik. Ja. Wow, wat is dit? Wat is dit? Zijn ik wat? Wat? Oeh. Welke knop? Wat? Rotate, F. Dit, tab, caps lock, shift, control, alt, wat? State 1, 2, 3, 4, 1. Ik heb geen idee wat de fuck aan het doen ben. Wat? Bottom first, top first. Nou is weer normaal, wat de fuck was dat? Like. Really? Hoe gebeurt dat? Hoe kan dat? Dat vraag ik mezelf af. Sommige mensen vragen zich andere dingen af, maar ik vraag me dit af. Hier regent het. Right? Nu niet meer. Leuk geluidje. Goed, we gaan dus vissen voor Geert trainen. Oh, hier regent het. Kijk. Je hebt wel iets leuks te vertellen. Praat met mij. Nee, je hebt niks leuks te vertellen. Dan moet ik door de cave gaan lopen. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een rivaal verslaan. We gaan gewoon Willem aanvallen. Dat doen we. Na 10 minuten opname voor één Tudor te verslaan. Een beetje rondkutten. Gaan we nu onze rivaal verslaan. Dus deze aflevering gaat waarschijnlijk een half uur worden ofzo. Want ik ben echt fucking... Die rivaal ga ik nooit verslaan. Want ik moet mijn Pokémon eerst een stuk trainen. La 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 la. Willem. Ik wil ook een fucking Ghastly. Dat is in mijn Pokémon, dan kan ik hem gaan opzoeken. Ik ga gelijk zien waar die nog meer is. Pokémon. Normal type werken niet tegen Ghastly. Ja? Dus. Voor mij is het niks normal. Ja, voor mij. Nee. Ik denk dat het beste tegen. Ik denk dat Geert het beste is. Met een Thundershock. Ik denk dat het redelijk goed kan werken. Ik
weet het systeem niet meer zo goed nu. Dat is zo balen, hé. Hello, curse. Oh, fuck, dat klopt. Dan heb ik iedere beurt een stukje eraf, toch? Ja. Oeh, hij kijkt gemeen. Oeh. Oeh. Wat ben ik bang. Nee. I'm not. Oh, we kan er niet meer weg. Dus hij moet of dood. Of hij moet dus dood van... Oh. Yeah, dit werkt goed. Fuck yeah. Maar, jij hebt nou... een gegarandeerde kill. Want ik kan niet switchen. Door je mean luck. Mean look. En... omdat je die curse hebt, geef je iedere beurt stukje dood. Wat is pittig kut is. Aangezien, ja, ik kan niet weg en ik ga ieder stukje iedere beurt zijn met je paar. Dus dat is wel heel, heel slim gedaan. Man, lekker veel experience. We gaan nog gewoon verslaan. Hij had 3 Pokémon. Dus het gaat hem lukken. Het gaat lukken hoor. Crawnaw, wat is dit? Een dark type toch? Switch Pokémon, we doen het gewoon. We gaan voor Hooggoed. Voor mij is dat die kraai. We gaan kijken. Oh nee, tuurlijk! Oh, daar kunnen we Mareep juist zo goed voor gebruiken. Hypnosis. Fuck you! Ik doe hypnosis. Oh kut, ik ben bijna dood. Kut! Komt die curse er zeker nog overheen? Uiteraard, ik heb helemaal geen curse hier. Chill. Fell asleep. Dan zeggen we back. Dan zeggen we HP en PP restore. Potion. Use. Yeah, bitch. We're gonna use a potion. We're gonna use a potion. We're gonna use a potion. Croconaw. Tuurlijk, als ik had gelezen Croco. Had ik al gelezen. Oh, Croco. Til. Logica? Ja, dat is logisch. Maar nee, ik ben dyslectisch. Ik lees schreef. En daardoor als ik eens verkeerd dacht, is dat de craw nou stond. Waardoor ik dus dacht van craw, kraai. Ja. Klinkt dat logisch van jullie? I don't know. Waarschijnlijk niet. Of misschien juist wel. Als je niet wist dat je dyslectisch bent, hey, weet je het nu? Ik heb dyslexie. Het is pittig balen. Vooral met mijn examens was het echt... Zodat ik in één keer super erg last van. Zeg, jets die helemaal zo bewegen. Ik kon mijn ogen niet meer goed scherp op de lens houden. Oh, vreselijk dat was. Super moeilijk was om teksten te lezen toen. Verder, het waren niet heel moeilijke vragen bij het examen. Maar het lezen was moeilijk. Mensen met dyslexie, misschien begrijpen het. Mensen zonder dyslexie begrijpen het. Denk ik niet. Maar ik heb het trouwens nooit. Soms legt ze uit dat dyslexie is dat je de letters ziet bewegen. Zo kronkelen. Nooit gehad. Nooit. Het is meer dat je ogen zo bewegen. Want dus bijvoorbeeld dan lees ik een blab tekst. En dan lees ik dus een woord. En dan lees ik tussendoor een woord van de regel erboven of onder. Dus dan staat er. Jan gaat met Pietje naar het park. En toen ging zijn vader ook mee. Als volgende regel. En toen ging zijn vader ook mee als volgende regel. Dan lees ik dus af en toe per ongeluk. Jan ging met zijn vader naar het park. En Pietje ging ook mee. Grijp je me? Dan draai ik die twee woorden uit die regels om. Omdat ze ongeveer op dezelfde plek staan. Zoiets heb ik dus wel eens. Maar ik heb niet dat ik het zie kronkelen. Het is meer dat je kronkelend leest. Ik weet niet of... Als er kijkers met dyslexie... Misschien begrijp je het. Misschien begrijp je het ook als je geen dyslexie hebt. Laat gewoon achter in de reactie of je me begrijpt. Het is... moeilijk om uit te leggen hoe je leest. Ja. Verder lees ik ook helemaal niet graag. Ik lees niet graag. Toch lees ik heel veel Twitter en reactie. Twitter meldingen en reacties. Dat krijg ik best wel vaak. Daar ben ik heel blij om. Echt waar. Beter dat je een... alleen een like achter... Beter dat je reacties laat met nice. En niet liked. Dan dat je wel liked. En geen reactie achterlaat. Dat heb ik liever. Want, ja, het voelt gewoon veel chiller. Zubat, Switch Pokémon. Really? Zubat? Dat is gewoon echt een Pokémon van 3 keer niks. Are you really gonna sad, huh? Huh?
You got a lot of nerve. It is a fucking Zubat. Come op. Zubat. Really? Denk je dat die Zubat maar iets kan maken? Echt waar? Ook maar iets? Een heel klein dingetje dan? Zubat is niks. Ik heb dit in de pocket. Ja? En Geert is hier super handig. Fuck yeah. Geert met een D. Ja. Fuck the system. Geert met een D. Oh yeah. Oh yeah. Ah, te lekker dood. Hij gaat weer lekker dood. Boom. Supersonic. Fuck yeah. Oh, wacht. Wat... Nee. Nee. Hij wordt confused. Fuck. Niet chill. Is af en toe wel chill. I don't know. Eén ding wat ik even wil zeggen. Even kwijt wil. Ik ben niet op. Ik heb nou een paar series bedacht voor mijn kanaal. Van games die ik echt super tof vind. En ik merk gewoon dat in die video's mijn commentaar vele malen beter is. Ben ik super blij. Hier dus ook. Ik ben veel enthousiaster over het spel. Voor Bios ook. Ik vind het niet heel tof. Maar nou ga ik hem ook afmaken hoor. Ik ben gedreven dat ik die eerste afmaak. Ga ik afmaken. Dus dat is sowieso iets wat ik ga doen. Ik denk dat Bioshock Infinite de beste is van de drie. Dus ik wil eigenlijk Bioshock 1, 2 en 3 doen. Maar die gaan wat langzamer. Dus dat is de shit. Dat is de shit. Verder, Far Cry 3. Daar ga ik nog een losse video over maken. Want dat is een groot probleem. Die wil ik heel graag opnemen. Maar dat lukt niet echt. Verder, tekst niet gelezen. Boeit het me iets? Nee. Totaal. Nee, wacht, even langs Pokecenter. Gaan we de volgende aflevering... de gym leader verslaan. Top, hè? Klinkt als een plan. Ja, dat doen we. Dat doen we. Bam, 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 bam. Yep. Irritatie van vroeger. Ik klik die altijd te snel op A. Yep. Yep. Ik klik te snel op A. Wow. Fuck. Nee. Nee! Nee! Kut! Kut! Fuck! Nee! Are you freaking kidding me? Oh, ja! Oh, ja! Oh, fuck! Are you freaking kidding me? Freaking kidding me. Please. Zeg dat dit werkt. Fuck. Ik wou net de video afsluiten. Oh my god. Dit is een van die kut dingen. Maar ik heb dus de aflevering achter elkaar opgenomen. Zonder pauze. Zonder een opslagmomentje. Dus ik heb het nou dus een half uur of zo. Hentai save the game. Nice. Dan gaan we dus doen. Eerst open run. Ik doe het gewoon live in de aflevering. Dan weet jullie gelijk of ik een kut leven heb of niet. Go, go, go spel, go, go, spel. Als ik hem nou open en het is chill, heb ik geen kut leven. Als ik hem nou open en het is kut, heb ik een kut leven. Mm, yes! Pokédex, Pokédex, wat doe ik? Nee. B. Pokémon. Yes, als hij vastloopt, gewoon een game normaal opslaan. En, oh yes, fuck yeah, nice, 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 nice. Dus dan weet je dat ook wel, als het fout gaat, gewoon opslaan. Gewoon opslaan. Tof. Yo, dat even kijken of ik er de volgende keer weer. Dit ben ik zo blij dat dit goed is gegaan. En, zeg ik later. Doei. Ja, mijn stem slaat over. Zo kut als mijn stem overslaat, hè. Later.